Dat dateert eigenlijk al van... Dat zijn jonge helden, dat zijn oude helden van vroeger, van nu. Dus het is eigenlijk begonnen vroeger met zo'n... Ja, misschien wel kennen hoor, met zo'n heel klein, zo'n klein, gezellig, zo rond, met van die kleine dingen aan en zo'n staartje. Klein, gezellig hondje. Heel gezellig hondje. Totdat hij zijn mond open deed en dan was hij van... Mwah, meneer de burgemeester! Mwah, Gertje! Weet u wie dat, over wie dat je het hebt? Hé, wie dat? Samson en Gert. Hey, Samson en Gert, dat is toch een fantastische man. Totdat ik eigenlijk... Wat, man die in die hond zit. Hey, dat wist hij niet, hè? Zoveel dingen dat je kunt vertellen. Maar ik ga dat niet doen. Hey, Samson, ik ken hem al. Fantastische kerel. Idool, held van mij bedoel ik. Maar eigenlijk wel ook een verdomde... Noodzak, ik vind dat niet. Zo, bedoel, allee, je ziet, hij lacht ermee, maar ik vind dat ook zoveel geld verdiend in al die jaren. Hè? En nog niet genoeg voor een bellen te komen. En zoiets zegt van... Mijn klop, want de bel doet het niet. Ja, kijk, we zitten met 20 miljoen euro. Kom alleen, bellen, man, alsjeblieft. Nee, dat kan ik echt niet tegen. Dat kan ik absoluut niet tegen. Trouwens, het zijn ook rare dingen, Samson en Hert. Dan kom je ineens te weten, je leest de gazet. Burgemeester van Samson en Hert is ook burgemeester in Techt. Dus Walter de Donder is in Techt burgemeester van Aflichem. Ja, dat ik dat Alberto Vermicelli in Techt ook zullen homo zijn. Allee, dat is niet geloofwaardig, he, mensen, alstublieft. Goh, Samson. Maar ja, Samson was een held. Een vallen held. Maar hij komt dus in de show. Maar een van de belangrijkste figuren dat ik in de show ga aanhalen is uiteraard Chris van den Durpel. Misschien ken je die ook, Luc. Chris van den Durpel. Nee, Chris van den Durpel. Mensen gaan hem misschien wel kennen, nog. Hij is nog niet dood, dus mensen gaan hem wel nog herinneren, levendig herinneren. Chris van den Durpel. Ah, ik word een enorme fan van Chris van den Durpel. Ik was de hele dag door. Chris van den Durpel naden, van 's morgens tot 's avonds. De hele dag. Totdat het eten klaar was, mensen. Ja, maar hey, mijn ouders hadden zoiets van, kerel, leg dan een keer lam. S'morgens, bij het ontbijt, s'middags en dan nog een keer s'avonds ook. En soms moest ik nog 4 uurtje hebben ook, dus dat was dan ook miserie. En dan maar, ons moeder zei van, jongen, ik moet hier iets vinden, ik moet hier echt iets doen, want dat kan hier niet meer. Die jongen, valt dat de verkeerde richting mee uitgaan. Weet je, ga ik... Dus steek nog niet gereed. Weet, mag ik gewoon zorgen dat hij gewoon elke dag hetzelfde krijgt. Want dat was top, maar hij is nog niet gereed. Dus ja, voor mij elke dag asperolletjes. Maar wat ik zei was van... Maar ja, mama, asperolletjes. Maar ik moet even grabben. Maar ik word er bijna angelisch voor. Angelisch, en dan moet ik grabben. En dan komt er zoveel en dan... Mama, mama. Hé, hey, anyway. Dat is verdikken. Oh. Ja, maar ik heb me normaal mee geamuseerd met onze... Als moeder dan mee lastig te vallen. En dan zei ze van, stop ermee, ga naar school, doe dat daar. Nadat ik dat dan uiteindelijk wel gedaan, ook op school. Dat was zo op de speelplaats, hè. Onnozel doen. Een beetje populair zijn bij de kleine meisjes. Dat was niet verboden, ik was een klein jongetje, dus kleine jongetjes mochten kleine meisjes plezieren. In de klas,